Hey, ik heb zo ontzettend veel vragen. Vandaar deze video. Te veel vragen. Laten we beginnen met de dehumanisering, de ontmenselijking. Dit hadden wij 19 maanden geleden niet kunnen voorstellen, waarin we nu met z'n allen terecht zijn gekomen. Het uitsluiten. De verdeeldheid. Zonder spuit kom je nergens meer. De dwang. De drang. De bijwerkingen. De waanzin. En ja, waarschijnlijk ook twee herprikken in 2022. Dus dan zou mijn vraag zijn: hoe kan dat? En wat betekent dat? Betekent dat dat de vorige twee niet goed gewerkt hebben? Waarom zou je weer twee herprikken? Ook heb ik gehoord dat er eventueel 2 maal daags tabletten geslikt moeten worden. Waarom is dat? Werken de boosters dan ook niet meer? En een twindemie, dat zou betekenen dat je en de corona hebt en een zware griepgolf. Oké. Is dat trouwens predictive programming, zou ik willen vragen. Het nu al mensen op de hoogte gaan brengen dat het eraan gaat zitten te komen. Zodat het, als het daadwerkelijk gebeurt, niet meer zo spannend zou zijn, want ja, dat wisten ze toch al. Wanneer stopt deze poppenkast? Is ook zo'n vraag van mij. Waar legt iemand de grens voor zichzelf? Nog zo'n vraag. Wanneer denken ze, nou, die derde, die hoef ik niet? Of zullen ze voor de 4e en de 5e gaan? Inclusief die 2 tabletjes per dag. Elk half jaar een nieuwe booster. Goede oppepper voor je immuunsysteem. Hoe zit het met alle tekorten? Een andere vraag. Want waar hebben wij allemaal een tekort aan? Hout tekort. Zorg personeel tekort. Überhaupt personeel tekort. Hospice en verpleegtehuis tekort. Huizen tekort. Medicijn tekort. Energie tekort. Over energiearmoede nog maar even te zwijgen. Voedsel tekort. Een financieel tekort. Al jaren. We leven natuurlijk in een financieel, ja, failliet systeem. Een lerarentekort, maar ja, die valt natuurlijk onder personeeltekort. Huizentekort had ik al gezegd. Grondstoffentekort, want ineens moeten we gaan betalen, extra gaan betalen voor spijkerbroeken. Want het katoen, het biokatoen, dat schijnt ineens op te zijn. En ja, straks natuurlijk benzinetekort. Wat dacht je van voedseltekort? Ga zomaar door. Dus ja, ook daar heb ik allemaal vragen over. En wat dacht je van HARP? Kan het zo zijn dat ze tsunamis, orkanen, slecht weer manipuleren? Weather control? Weermanipulatie? Bestaat zoiets? Zou je denken? Hoe zit het met Schipholgate? Hoe zit het met de Oldmans-affaire? Hoe zit het met de doofpotzaak van Demmink? En wie controleert eigenlijk justitie? Is er nog sprake van een rechtsstaat überhaupt? Of moeten we spreken van een rechterlijke macht? Hoe zit het met steekpenningen? Zijn dat complotten? Of bestaat dat echt? Is Nederland een bananenrepubliek? Weet Den Haag nog wel
wat de Nederlander wil. Waarom is het referendum afgeschaft? Is dat omdat ze de burger te dom vinden? Waarom wordt er überhaupt nog gestemd door mensen? 10 jaar Rutte. Niemand wil die man. En toch, iedere keer wordt hij weer minister-president. Hoe kan dat? Al die vragen. Vanaf november komt er een boosterprik. Eerst was het voor de mensen met een zwak immuunsysteem, dus met iets met afweerproblemen. En nu is het een beetje verruimd. Nu wordt het ook de ouderen die er weer een moeten krijgen. En waarschijnlijk wordt dat ook verruimd. Dus dan zou ik moeten vragen, wordt dat ook verruimd als ik in vragen ga praten? Want ik heb zoveel vragen. Wordt dat dadelijk ook voor de hele bevolking? Hoe zit het met kinderen injecteren? Hoe zit het met het gezonde immuunsysteem van de mens? Waar is het gebleven dat het ging om de kwetsbaren? Waarom worden nu ook gezonde mensen erin meegenomen? De boostershot. Een oppepper voor het immuunsysteem. Is dat zo? Mogelijk 2 herprikken in 2022 kosten 134 miljoen. Wie gaat dat betalen? Zoete lieve Gerritje? Gerrit Salom betaalt het niet. Dat komt waarschijnlijk uit onze portemonnee. Mogelijk om het jaar vaccinatiebooster nodig. Waar trekt iemand de grens? Waar zegt iemand genoeg is genoeg? Gaat het nog wel om de gezondheid? Mogelijk 2 pillen per dag. Zullen dat er 3 of 4 worden? En wat gebeurt er met die mensen die dat daadwerkelijk gaan slikken? Hoeveel mensen snappen dat het klimaatverraad om het sociaal kredietsysteem gaat? Snappen mensen dat het gaat om schuldgevoel aan te praten? Want omdat jij een auto rijdt, vervuil jij het milieu. En ga zo maar door. Ik zou willen vragen, hoeveel moeten er nog komen? En dan kun je denken aan pillen, injecties, noem maar op. Maar vooral, hoeveel moeten er nog gaan? Zijn de cijfers eerlijk? Waarom wordt de groep ongeprikte gemarginaliseerd? Waarom worden de ongeïnjecteerden gedemoniseerd? Waarom worden de ongeprikte geridiculiseerd, in een hokje gestopt, als gekkie uitgemaakt? Wanneer gaan mensen verder kijken dan wat hun wordt voorgeschoteld? Zoveel vragen. Als je alleen al naar de feiten kijkt. In het begin was het flatten the curve. Dat zou 2 weken duren. We zitten inmiddels 19 maanden in flatten the curve. Het blijft binnen. De lockdowns. De 1,5 meter. De
verplichte mondkapjes. De avondklok. De PCR-test. De prikken. De pas. Ik heb ook QR-codes. Kijk maar. QR-codes. Ik wil niet gediscrimineerd worden. Wil je mijn QR-code zien? Die heb ik. Zeker dat ik die heb. Ik hoef geen mondkap te dragen. Is dat niet de goede QR? Wil je een andere QR? Oh, ik zal even kijken. Ja, hier dan, hè? Ik wil geen bloed van een gevaccineerd persoon. Hier heb je mijn QR. Ook niet goed. Nou, ik heb er nog één. Ik hoop dat dat goed is, hoor. Ik geef geen toestemming om getest te worden of gevaccineerd te worden. Heb je mijn QR? En nu zijn we aangekomen bij de boosters. Ja. Waarom wordt er niet meer gesproken over de overlevingskans van 99%? Over de groepsimmuniteit. De kudde. 80%. Als 80% geïnjecteerd zou worden, dan zouden er versoepelingen komen. Dan zou alles in de prullenbak gaan. Maar ze hebben het nu over 90%. Nu zijn er mensen die echt ernstig ziek zijn. Die last hebben van de ziekte. Dat mag absoluut niet gebagatelliseerd worden. Ook gezonde mensen kunnen het krijgen. Die kunnen echt ziek zijn. Echter, de mortaliteitscijfer en het onderliggend lijden en de gemiddelde leeftijd waarop iemand komt te overlijden, ja, dat wordt allemaal een beetje onder het kleedje geschoven de laatste tijd. Vandaar dat ze zoveel afleiding creëren. Dus ook met die QR. En als je beseft dat er echt heel veel mensen overlijden, dan is ineens die QR niet meer belangrijk. En dan gaat het niet meer om, oh jee, we kunnen de horeca niet in. Want ook dan is dat allemaal afleiding. En ja, als het corona en het griepvirus samen, want eerst was de gewone griep uitgestorven. Maar ineens is die er weer. Want waarschijnlijk, ze zeggen nu al dat in het najaar waarschijnlijk een hele grote zware griepgolf eraan komt. Nou, die is er vroeger ook wel eens geweest en die zal er altijd blijven. Allemaal angst, angstzaaien. Ik heb een artikel gelezen, die heb ik doorgestuurd gekregen. Dat Duitse wetenschappers ingehuurd zijn om angst te zaaien. Is dat waar? Wordt er angst gezaaid? Is de MSM onbevooroordeeld? Vertellen ze de waarheid? Het licht kan wel het duister verdrijven. Het duister, het licht niet. En je kan spiritueel zijn en een strijder zijn. Het is niet of-of. Wees een spirituele strijder. Sta in je kracht. Pas als je het duister ontdekt hebt en het hebt durven aankijken, dan pas weet je hoe groot jouw licht is en hoe hard jij schijnt en wat jij in de wereld
kan bijdragen? Wat doe jij om de waarheid boven water te krijgen? Wat doe jij om dit alles te stoppen? Zoveel vragen. Dankjewel voor het kijken.